De Sint-Rochuskerk ligt op goed 50 meter van de groepspraktijk van geneeskunde voor het volk in Deurne. Hier komt elk kwartier iemand toe om er een test te ondergaan op COVID-19. Marleen is een van de patiënten vandaag. Het imposante decor van de kerk maakt indruk op haar. Heel bijzonder, hè? Hoe voelt dat voor mij? Roept dat herinneringen op aan mijn jeugd? Als we naar de kerk gingen, dat is lang geleden. Het is een serene plaats om een test te komen doen. Mensen die naar de praktijk bellen met mogelijke symptomen van het virus worden voortaan allemaal getest. Maar dat moet vooral veilig gebeuren, zonder met andere patiënten in contact te komen. We zochten naar een oplossing om onze patiëntenstromen te kunnen scheiden. En we hebben een verpleegkundige die een heel goed contact heeft met pastoor hier. Heeft hij dan opgebeld en gevraagd of we hier gebruik konden maken van een van de ruimtes in de kerk. En die vond dat eigenlijk meteen een goed idee. Voor misvieringen blijven de kerken voorlopig dicht, maar als testlocatie blijkt dit statige gebouw perfect geschikt. Sint-Rochus is dan ook nog eens de patroonheilige van de pestleiders die aangeroepen wordt in tijden van besmettelijke ziekten. Ik las daar juist buiten op de gevel van dat dit is niet de eerste epidemie in Deurne. Want in 1866 of zo was er cholera. En dan denk ik, ja, de herbestemming van kerken. Het overgrote deel van de Deurnenaar die hier komt testen krijgt goed nieuws. Voorlopig blijkt nog maar één iemand positief getest op COVID-19.